Het is dit jaar 2013 en het is feest, nog steeds. Artis bestaat 175 jaar. Artis en de Artisbibliotheek ook. En in 1838 is het Gerard Westerman die een genootschap opricht, samen met twee andere mensen. Een genootschap dat hij noemde Natura Artis Magistra. De natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap. In grote lijnen was het idee van Westerman en het genootschap de levende natuur in de tuin. En ik wijs dan nu even daarnaar, want daar is de dierentuin. De dode natuur in het museum. En de wetenschap in de bibliotheek. Het is omdat we nu 175 jaar bestaan, hebben we gemeend om een boek daarover te schrijven. Het is vinden we zelf een ongelooflijk leuk boek geworden. Dit boek vertelt eigenlijk het verhaal over de geschiedenis van de bibliotheek, de collectie, maar ook het gebouw. En daarnaast hebben we in ieder geval 15 mensen bereid gevonden om een kort verhaal te vertellen over een van hun topstukken eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Inmiddels wordt deze collectie nog steeds heel veel gebruikt, alleen niet meer door de biologen, voor wie die oorspronkelijk natuurlijk bedoeld was. Vooral door geesteswetenschappers al. Maar wat je hier wel vindt is de geschiedenis van de biologie, de geschiedenis van de natuurwetenschappen, de geschiedenis van het reizen, natuurhistorische reizen en de geschiedenis van het verzamelen. Hè, wat mensen uit de hele wereld verzamelden en hier naartoe brachten en vervolgens in prachtige boeken met prachtige tekeningen weergaven. Het aardige van dit boek is eigenlijk, en daar gaat mijn verhaaltje over, is dit. Ik vond die op een gegeven moment. Dit is de Wenteltrap. Dit is een schilderijtje van een schelp waarvan ik dacht van nou, die staat onder 500 vlio. Dat zal toch niet betekenen dat het 500 gulden gekost moet hebben. En 500 gulden voor een schelp is natuurlijk gigantisch duur en je verwacht dat niet. En vooral als je weet dat in deze tijd, dit is 1770, in deze tijd het loon van een geschoold handwerkman iets van 300 gulden per jaar is. Dan is 500 gulden voor een schelp toch wel heel erg veel geld.